De politie onderzoekt de dood van een 73-jarige man in zijn woning aan Escamplaan in Den Haag. Vrijdagavond kreeg de politie een melding dat de bewoner dood in zijn woning was gevonden. Hij was onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. De politie sluit daarom een misdrijf niet uit. Het lichaam van de man wordt zondag voor sectie naar het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk gebracht. De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert dit jaar toch een herdenkingsbijeenkomst van een schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof. Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis in De Ridderhof 6 mensen dood, verwondde er 16 en pleegde daarna zelfmoord. De bijeenkomst wordt toch gehouden omdat de commissie Ridderhofdrama had geconcludeerd dat de nazorg te kort duurde. Op een bouwplaats aan de Monsterse Weg in Schavenzande zijn vrijdag 13 brisantgranaten gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie kwam ter plekke om de explosieven op te ruimen. Ze zijn op het strand tot ontploffing gebracht. In een flat aan de Hengelolaan in Den Haag is vrijdagavond een hennepkwekerij ontmanteld. Daarbij zijn 2 aanhoudingen verricht. Behalve de spullen zijn ook auto-onderdelen uit de berging meegenomen naar een bureau.